Dag 1 van het trainingskamp voor PSV in La Manga begon op veld F met het aantrekken van de schoenen. Waar we de spelers in het verleden zagen met de fiets, gingen ze nu met de bus. En we ontwaren Søren Lerby, oudspeler van PSV en tegenwoordig zaakwaarnemer, onder meer van Dries Mertens. Hij komt dus even polshoogte nemen en is onder de indruk van de selectie van PSV. Ik vind dat ze heel erg gegroeid zijn en dat ze hele goede Dries gekocht hebben, Kevin, Stroopman, Van Aldum. Dat ze echt een geschik gekeken hebben. Ja. En dat was wat verleden jaar. Dat ik dacht, ook nu wordt het toch even moeilijk voor PSV om weer een elftal te krijgen. En dat hebben ze weer, is hem weer gelukt. Dus ja, ik vind dat PSV weer een hele leuke en spannende elftal heeft. De naam van Dries Mertens is al gevallen. Hij scoort hier op prachtige wijze overigens. En zijn zaakwaarnemer Lerby is onder de indruk van de eerste seizoenshelft van de Belg. Hij heeft natuurlijk de eerste helft van het seizoen verschrikkelijk goed gedaan. Vooral in het begin heel hard van stapel gelopen. Maar goed, even een goed seizoen. En nu is het, als je bij een topclub als PSV, dan moet je ook zien dat er wat prijzen binnen valt dit jaar. Dus dat zou nu even de laatste stap. Als je kampioen kan worden, dan is het ook een kampioenschap voor Dries Mertens. Søren Lerby is natuurlijk ook oud-PSV'er, winnaar van de Europacup 1 in 88. En praat even bij met generatiegenoot Fred Rutte, die zijn ploeg voorbereidt in Spanje op de tweede competitiehelft.